Ja, Save My Night, Armin van Buuren. En we zeiden het in de intro van dit programma al zo mooi. Er is sprake van een Facebook-fitty. Leon, jij kan toelichting geven. Ja, want ik zag gisteren in een keer wat bij Nemanja Gudelje, bij de zoon van onze trainer, gebeuren. Ja, die neemt het natuurlijk op voor zijn vader. Ja. En dat doet hij op een wijze, zeg maar, zoals we eigenlijk niet zo heel erg van hem gewend zijn. Maar anderzijds ook wel weer begrijpelijk. Maar ik denk dat Sjoerd Massou er allemaal niet zo heel erg van wakker van ligt. Want die... Ja, die is dit soort dingen wel gewend. Als je de hart op de tong hebt liggen, dan kun je het een en ander terugverwachten. Maar het begon in ieder geval met het een en ander wat... de zaken die op het veld gebeuren, er is ook wat verdeeldheid over. Van ja, is Gudelje, onze trainer, nou met deze ploeg op de goede weg? Ja. En de een ziet wel vooruitgang, de ander ziet geen vooruitgang. En spelers worden, die ontwikkelen zich wel of niet. En de een wel, de ander niet. En... ik weet niet, daar zijn we er allemaal nog niet over uit. Maar degene die er wel heel erg scherp over was, is. Met name op een interview op Omroep Brabant en op zijn eigen Facebook, is Sjoerd Massou. Sjoerd! Hey jongens, ja, mooi, je bent binnen. Zeg ja, wat... Misschien kan Sjoerd eventjes nog... het is moeilijk denk ik samenvatten, want je hebt best wel scherp gereageerd. Misschien kun je nog even kort samenvatten wat de strekking was van jouw betoog, Sjoerd. Ja, de strekking van mijn betoog. Ik moet er even bij zeggen dat het zaterdagavond was. Hè? En, ja. Ik was natuurlijk en op zaterdagavond als NAC met 2-1 van PEC Zwolle heeft verloren thuis. Ja. Dan ben ik gemiddeld genomen iets emotioneler dan op donderdagavond, zoals nu. Ja. Wij allemaal. Wij allemaal, denk ik. Ja. Nee, maar ik was licht tot zwaar geïrriteerd over de wedstrijd die ik echt bar en boos vond. Ja. En ook een beetje over de voorgeschiedenis die er al vast zat. En toen heb ik wat op Facebook gezet. Gewoon van als supporter. Facebook is in principe... ik gebruik Twitter meer als werk, zou ik maar zeggen. En Facebook meer als voor vrienden en bekenden. Mm-hmm, mm-hmm. En toen heb ik daar wat teksten over gezet. Opgezet over de trainer. Waar ik... twijfels bij had of heb. En daar kwamen wat reacties op. En daar werd ik ook daarna over gebeld door Omroep Brabant of ik daar nog wat over wilde zeggen. Ja. En dat was het eigenlijk. Ja. En die teksten die waren inderdaad scherp. Maar goed, dat kan af en toe. Ik had daar verder geen dubbele betekenis bij of een bijzondere betekenis bij. Maar Sjoerd, het klinkt bijna alsof je er een beetje spijt van hebt. Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik sta er ook nog helemaal achter. Mm-hmm. Okay. Alleen ja, het gebeurt in een soort irritatiefase, zou ik maar zeggen. Ja. Dus op donderdagavond had ik misschien net iets anders geformuleerd. Maar ja, ik denk dat je in een nuchtere toestand het woordje... De uitstraling van een grafdelver. Ik denk dat je dat in een nuchtere toestand misschien achterwege zou hebben gelaten. Ja, misschien wel. Het is een beetje lullig voor iemand die zo lang met NAC heeft gespeeld. Maar, nee, klopt. Maar het raakt... Ik vind dat je... Dat je altijd je mening mag geven en dat heb ik gedaan. En ik vind dat dat Gudelje op een eigenlijk in deze fase, maar eigenlijk al een paar aantal maanden, wel het een en ander verwijten valt. En ik vind dat je dat ook mag uiten. Mm. Overigens ik hoorde jou net iets zeggen over Nemanja. Dat heb ik wel gehoord, maar dat heb ik verder niet echt gelezen. Ongetwijfeld. Ik begreep dat hij het voor zijn vader opnam en dat hij mij een lul vond. Nou ja, prima. Dat had ik waarschijnlijk ook gevonden als het over mijn vader is. Ja, maar had je verwacht dat het zo persoonlijk werd opgevat? Want wat dat betreft is natuurlijk Nebosje ook gewoon een publiek figuur. En krijgt hij er dus wel eens van langs. Maar de zoon van neemt het nu zelfs voor hem op. Goed. Ja, maar het is de zoon, hè, dus dat begrijp ik wel. Dat vind ik niet zo raar. En verder heb ik er ook weer niet ongelooflijk veel reacties op gehad. In de zin van dat nou de spuigaten uitliep. Kijk, er ontstaat een soort discussie over. En ene... Je vindt dat het net wat anders ligt en de ander vindt dat vindt dat je groot gelijk hebt. Ja. Maar zo gaat het altijd. Ja. Dat is een discussie. Kijk, ik sta nog steeds inhoudelijk achter de kritiek die ik geleverd heb. Ik heb gewoon mijn zorgen over hoe het op dit moment gaat bij het eerste helft van NAC. En de keuze die er gemaakt wordt, hoe dat in die groep functioneert, hoe de trainer communiceert met zijn spelers. Niet alleen qua taal, maar ook qua
ja, communicatie in brede zin, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ik maak me daar gewoon zorgen om. Maar kun je daar een voorbeeld van geven? Want je hebt het over communicatie. Wat stoort jou dan? Nou, het geval Leuring is natuurlijk een heel helder voorbeeld. Hè? Laten we nou even. Wij vinden allemaal dat Leuring niet zo goed moet piepen en dat het een kleuter is en zo. Dat vind ik ook. Dat zie ik ook allemaal wel. Mm-hmm. Maar als je teruggaat naar waar dat nou mis ging, dan vind ik dat echt heel erg slecht gemanaged door de trainer. Kijk, het was een simpel verhaal. Kijk, Bordelje vond dat die Leuring op de tribune moest zetten, hè, in de eerste competitiewedstrijd. Ja. Nou vind ik dat al discutabel als je er bij in gedachten neemt dat je daarvoor in de plaats wel Elston Hooy en die jongen van Vitesse met die moeilijke achternaam Adje, dat je die er wel bij zet die nog geen één Eredivisiewedstrijd gespeeld heeft. Ja. Die zet je wel bij de selectie. En de 36-jarige Anthony Leurling die 7,5 jaar bij NAC speelt, van grote waarde is geweest voor de club, die zet je vervolgens op de tribune en dat meld je hem op vrijdagmiddag. Dan meld je hem na de lunch dat hij helaas op de tribune moet plaatsnemen. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet in een elftal. Maar je kunt eigenlijk niet maken. Hey, en dan even los van de reactie van Leurling daarna. Hè? Ja. Dat is gewoon een kwestie van managen, van een spelersgroep managen, van communiceren. Je weet dat daar reactie op gaat komen. Ja, is dat een verkeerde manier van... zou hij dat bewust hebben gedaan om te krenken? Is er iets gebeurd, denk je? Of heeft hij dit gewoon zwaar onderschat? Dat denk ik. Ik denk dat hij zo is. Maar ik denk dat hij het onderschat heeft, maar dat vind ik eigenlijk net zo pijnlijk. Mm. Want ik vind dat je als trainer dit soort gevoeligheden, dit soort processen, weten hoe het in een elftal in elkaar zit, hoe een elftal functioneert, hoe bepaalde belangen functioneren. Ik vind dat je daar rekening mee moet houden. Als jij echt vindt dat Leurling op de tribune moet, laten we even vanuit gaan dat hij daar gelijk in heeft, dan moet je dat, dan ben je het aan zo'n speler verplicht om dat op een goede manier te communiceren, op tijd te communiceren, door dat duidelijk over te zijn, door daar eerlijk over te zijn. En niet op vrijdagmiddag na de lunch, ja sorry, ik kies nu voor Adje die nog nooit in de Eredivisie gespeeld heeft. Klopt. En voor Elston Hooy. Ja, dan snap ik wel dat Leurling met zijn vriendjes voor NAC, dat hij daar over de zijk van raakt. Even los van zijn reactie. Hè? Maar vind je aan de andere kant niet dat, want ik hoor je wel heel erg zeggen, hij heeft heel veel gedaan voor NAC al, dat moeten we meenemen. Aan de andere kant hoor je ook altijd trainers wel zeggen van, die resultaten in het verleden, dat zegt niks. Je moet gewoon laten zien dat je het waard bent voor iedere wedstrijd opnieuw. Ik snap wat je wil zeggen, maar ik bediscussieer niet dat hij hem op de bank zet. Hè? En ik zeg, bediscussieer ook nog niet eens dat hij hem op de tribune zet, dat vind ik behoorlijk extreem. Vooruit. Mag je voor kiezen. Maar dan weet je dat je dat heel goed moet managen als je zo'n beslissing neemt. Want Leurling op de bank is één ding, maar op de tribune, dat is nog wel 3 stappen verder. Hè? Je gaat ook gelijk in complottheorie denken, hè? Want anders doen wij dan heel graag. Want dat zijn doelstelling zou zijn, moeten we voor de transfer, eind van de transferperiode zien te lozen aan een andere club. Zodat de plaats vrijkomt voor een andere speler. Want salaris neemt de andere club dan over. Dan zou je, als dat de doelstelling was, dan heeft Goedel het weer heel goed gedaan. Dat ook punt bekijkt. Een beetje ver hoofd, vind ik. Opeens komt er een Uros Matić in één keer deze week heel snel gecontracteerd. Ik ben sowieso heel benieuwd naar Matić en die complottheorie. Ja, god, dat is inderdaad een complottheorie. Maar dat lijkt me toch heel sterk bij een speler van wie je afgelopen zomer nog notabene het contract met een jaar verlengd heeft. Terwijl hij al 36 was. Maar wat verwacht jij voor Nebo Goedelje? Gaat hij blijven of moet hij aan het eind van het seizoen wieberen, Sjoerd? Wat denk je? Ja, ik vind het in algemene zin, dat is niet om flauw te doen, maar ik vind het in algemene zin wel moeilijk om te zeggen van ja, die moet wieberen. Die moet zoeken, want je hebt het wel over de baan van mensen. Ja. Ik ben kritisch op hem en dan gaat een hele belangrijke fase in met NAC. En die gaat een heleboel duidelijk maken. De komende 3 wedstrijden zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk en cruciaal. En ik hoop dat hij mijn ongelijk gaat aantonen en dat hij dat NAC beter gaat voetballen, want daar begint het mee. NAC heeft gewoon over een aantal maanden, dat vind ik, gewoon een te mager niveau gehaald. Dus een paar keer is dat verdoemd geweest met het resultaat. Bijvoorbeeld thuis tegen Cambuur, hè, met die vrije trap van Hadouweer. En het voetbal is gewoon niet goed genoeg. Op dit moment ben ik bang om erin te blijven. Ze kunnen het wel. Ja, klopt. Kijk, thuis Go Ahead, thuis PSV, uit Roda.
Ja, dan gebeurt het wel, dan gebeurt het wel. Ja. Dan gebeurt het wel. Ja, er zijn misschien toevalstreffers, over toevalstreffers gesproken. Sjoerd, in jouw betoog op Omroep Brabant, et cetera, heb je het ook over zijn, stel je ook zijn, ja, zijn wisselbeleid ter discussie, met een paar woorden. Ja, met name zijn wisselingen in de basis, hè, heb ik het over. Ja. Ik heb nog niet eens over zijn wissels in de wedstrijd, want die zijn altijd, die vond ik afgelopen zaterdag zwak, maar die kun je altijd discussiëren. Ja. Ik heb het met name over de vastigheid in het elftal. Ik vind op een gegeven moment dat je op het moment dat het niet draait, dat je vast moet houden aan een basisformatie. En daar wisselt hij naar mijn smaak veel te veel in, waardoor hij alleen maar meer onrust creëert. Ja, in het elftal. Klopt, dan ben ik het mee eens. Ik zie wel, als ik over het Facebook-account van Nemanja Gudelje heen scroll, die kan jij niet zien, maar hij geeft daar ook een heel duidelijk voorbeeld. Een oud nieuwsbericht van net voor de winterstop met de titel Gudelje is de gouden wisselaar. Dat was een statistiek. Oh ja, dat heb ik ook. Ja, 23% van zijn wissels, zeg maar, die maken een doelpunt. Of hebben een assist of maken een doelpunt. Ja. En daarmee was hij de beste wisselaar van de hele Eredivisie. Dus dat doet hij toch wel iets goed. Of zijn dat toevalstreffers? Maar dat zal hij best goed doen. Ik zeg ook helemaal niet dat hij alleen maar alles fout doet. Nee. Helemaal niet. Onzin. En Perica is ook een aantal keren inderdaad succesvol geweest. Ja. Dus ik geloof die statistieken gelijk. Nee, prima. Ja. Ik zie alleen in de grote lijn. Ik kijk naar het voetbalgemak, het gemiddelde niveau dat pak haalt. De ontwikkeling die er in het elftal zit. De herkenbaarheid van het voetbal. Ja. Ja, daar zie ik gewoon. Echt, geen lijn. Daar zie ik te weinig van terug. Een neerwaartse trend hier. Allemaal liggen. Oh, er zit wel beweging in, zegt je. Wel een lijn, een neerwaartse. Er zit wel beweging in. Ja, neerwaartse spiraal. Ja, spiraal. Ja. Sure. Ja, maar nogmaals, jongens, en één ding nog. Hè, want het is ook helemaal niet persoonlijk bedoeld naar Gudelje zelf. Want ik zie ook wel, die man is ook een clubman geworden, hè, in de loop der jaren. En dat is, de familie Gudelje is een echt een dakfamilie geworden. Dus ik vind ook echt wel, en dat bedoel ik niet om te slijmen, maar dat je daar een beetje met respect mee om moet gaan. Maar ik vind tegelijkertijd, hij is hoofdtrainer van NAC. Als het slecht gaat zoals het gaat, dan hoort daar ook kritiek bij. En dan mag je die ook uit. Ja, klopt. Dank voor je laatste woorden, Sjoerd. Ja. en succes de komende weken weer. Jo, oké, okay, leuk. Hoi. Hey. Hoi. Dit is Breda Nu. Je weet het meteen.